Nu dit experiment achter de rug is, blijft er gelukkig nog tijd over voor een tweede test. Iedereen krijgt een masker op. Tijdens het rijden van enkele rustige rondjes wordt geanalyseerd hoeveel lucht ze in- en uitademt. Op die manier wordt inzichtelijk hoe efficiënt iedereen met haar zuurstof omspringt. En daarna trekken de wetenschappers zich terug om de gegevens te analyseren. Over enkele dagen volgt de uitslag. Uiteindelijk 5 minuten, ja, het duurt eventjes voordat ze op gang is. De uitslagen van het experiment met het sensorpak en de zuurstofmeting zijn binnen. In het Inno Sportlab in het Tialf schuift Irene na afloop van de ochtendtraining aan. Goedemorgen. Hey Irene, hoe gaat het? Hey, goed. Ja? Jullie? Hoi. Ja, ook goed. Ga zitten. Ja. We hebben alvast wat mooie plaatjes voor je klaargezet. Ik zie het. Ja, dat zijn de experimenten van vorige week. Ja. Wat we je willen laten zien is iets over je zuurstofopname. En iets over je techniek en het vermogen dat je nodig hebt om de rondjes vol te houden die je vorige keer hebt gereden. Het eerste opvallende wat we zagen in het vermogen dat je nodig had om deze 5 rondjes te rijden, was dat dat relatief heel erg weinig was. En dat komt omdat je een hele mooie houding hebt. Dit is de romphoek. Die is heel gunstig. Want je kan je voorstellen als ze hoger zit, dat er veel meer lucht tegenaan komt. Je hebt zuurstof nodig om de energie te kunnen leveren die je nodig hebt om die snelheid te rijden. Als je hier kijkt, hier begin je op gang te komen en hier kom je dan op snelheid en rij je die 5 rondjes. Ja. De gemiddelde over dit stukje zuurstofopname is 2,7 liter per minuut. Dus je moet je voorstellen, je ademt ongeveer 80 liter lucht in per minuut, mm-hmm. in en uit. En daarvan neem je 2,7 liter zuurstof, haal je uit die lucht. En dat gebruik je om energie te leveren. Dus dat is een relatief lage efficiëntie. Maar dat is goed uit te leggen, omdat je heel erg laag intensief aan het schaatsen bent. Dus hoe harder je schaatst, hoe efficiënter je ook weer wordt. Ja. Dus het wordt alleen maar beter richting de wedstrijdsnelheden. Gewoon gelukkig. Precies. En een ander punt voor die efficiëntie is de techniek. En daar zal Bert nu iets over gaan vertellen. Schaatstechnisch bevindt iedereen zich op een niveau waarbij je het alleen nog maar over details hebt. Maar wel details die het verschil kunnen maken tussen winst en verlies. Oké, Irene, wat we gedaan hebben, je hebt dat pak aangehad. Ja. En we hebben metingen gedaan waar je was op de baan met het systeem wat we hier hebben. En hier zie je de animatie van wat jij doet. Hier op beeld en hier als een poppetje. Dat ben jij. Oké. En je kan dus heel precies zien wat je aan het doen bent. We gaan nu een bocht in, we zien het van boven en kijk goed naar je romp. Die draait alleen de bocht in bij een rechter afzet. Bij je linker afzet draai je zelfs een beetje de bocht uit. Gelukkig, als we naar je armbewegingen kijken, dan blijkt dat de timing van jouw arm en je afzet perfect samenvalt. Tot op de 100ste seconde. Je lijkt wel een uurwerk. Ik vond het natuurlijk heel mooi om te horen dat mijn armzwaai perfect past bij mijn techniek. Die armzwaai van jou die is dus perfect in timing. En maar om nou te laten zien hoe belangrijk die is om in de bocht te blijven, gaan we met jou een proefje doen. Als je nou op je linkervoet gaat staan en dan je arm heel snel naar voren versnellen. Ja. Nee, alleen naar voren. Hup. Ja. Je ziet eerst de voet doet dit en daarna dit. En dat helpt jou de bocht induwen. Ja? Dus jij haalt kracht uit het ijs om de bocht in te komen dankzij je armzwaai. Oh. Daarom is die zo belangrijk. Dat is grappig. Dat is leuk, hè? Ja. Als jij meerdere rondjes rijdt, ik heb ze over elkaar gelegd, ze zijn allemaal hetzelfde. Oké. Als jij een vaste snelheid rijdt, voer jij die techniek uit helemaal hetzelfde. Een soort robot. Dat wil ik niet zeggen. Maar het is wel. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat jouw brein die bewegingsuitvoering zo goed voor elkaar heeft, dat je vermoeidheid helemaal geen invloed heeft. Ja. Je blijft goed rijden en dat is fantastisch. Dus jij hebt een onderdeel met je techniek van dat hele verhaal. En de wetenschap kan dat verder illustreren en helpen verbeteren. Ja, heel mooi om te zien. Ja, toch? Ja. Ja.